Hoe bevalt het tot nu toe bij Sparta? Het bevalt prima. Ik ben goed opgevangen. Voorbereiding hebben we het goed gedaan. Het seizoen zijn we goed begonnen, dus ja, eigenlijk gaat het goed. En dat helpt natuurlijk ook wel aan het positieve gevoel. En hoe belangrijk zijn die resultaten daarvoor? Want je hebt in de voorbereiding bijna alles gewonnen. Je begint goed aan de competitie, maar ja, hoe belangrijk is dat? Nou ja, ik denk dat de voorbereiding, dat geeft meer een goed gevoel, maar het zegt eigenlijk niks, de overwinningen die je daar behaalt. Maar ik denk dat de wedstrijden die we nu hebben gespeeld, en het zijn er maar twee, dat is wel goed om zo te beginnen. Je hebt natuurlijk een lastige uitwedstrijd gehad die helaas weggeeft, ook al was het terecht, maar goed. Dus ik denk dat vooral de competitiestart een goed gevoel heeft opgeleverd. En het is belangrijk om dit gewoon vast te houden en niet te makkelijk te gaan denken. En dit gewoon volhouden en dan zien we wel waar het eindigt. Nou, dan is VVV natuurlijk wel een tegenstander waarvan je denkt dat je kanshebber bent. Maar die werd dan wel heel overtuigend gewonnen. Het punt tegen Feyenoord was voor velen een verrassing. Maar was dat voor jou ook zo of had je wel verwacht dat je zo aan de competitie zou kunnen beginnen? Nou ja, ik denk dat je overal naartoe moet gaan om een goed resultaat te halen. En ik denk dat je in de wedstrijd merkte al dat het behalen van een resultaat gewoon aanwezig was. En dat was binnen handbereik. Kijk, er zijn momenten dat je het gewoon heel lastig hebt. En ik denk dat dat niet meer dan logisch is. Maar daar zijn we goed mee omgegaan. En door blijven gaan tot minuut 95. Ik denk net één minuutje, duurde net één minuut te lang de wedstrijd. En kijk, dat het lastig wordt daar en dat je de mindere ploeg bent, dat weet iedereen. En dat is gewoon accepteren en dat hebben we gedaan. En ik denk dat we Feyenoord meer dan tegenstand hebben geboden. En uiteindelijk, zoals ik al zei, helaas geef je het weg. Ook al was het wel terecht dat hun een punt pakte. Je bent hier nu 2 maanden bezig. Heb je erg moeten wennen? En was het lastig om je plek in de groep te vinden of lukte dat allemaal wel? Nee, ik denk dat als je nieuw bent, dan is het altijd even je plek zoeken. En ik denk vooral, ik ben best een rustig persoon in een kleedkamer. Dus voor mij was het eigenlijk gewoon de kat uit de boom kijken, zo zeggen ze dat. maar ik denk dat ik kon een aantal gasten. En ik denk ook vooral, die nieuwe jongens voor mij, die vingen me goed op. En namen me gelijk mee overal naartoe. En ik denk dat dat heel snel is gegaan. En ik moet echt dankbaar zijn naar die jongens toe. Uiteindelijk is het wel soepel verlopen, ja. Nou, de selectie was aan het einde van het afgelopen seizoen natuurlijk een echte hechte groep. Die voor een belangrijk deel bij elkaar is gebleven. Maar dat was dus voor de nieuwe jongens best wel makkelijk om daar tussen te komen. Ja, ik denk dat eigenlijk hoe het succes vorig jaar behaald is. En dat is natuurlijk een niveautje lager. Dat moet je eigenlijk dit jaar ook doen. En toen ik hier kwam werd dat al gezegd. Een hele echte groep. En daarmee kan je succes behalen. En ik denk dat eigenlijk de trainers en de groep zijn ermee doorgegaan. En wij zijn er eigenlijk vrij makkelijk gewoon bijgekomen als nieuwe jongens. En ik denk dat groepsgevoel is er nog steeds. Al is het wel lastig voor jongens die wissel zitten. En dat is logisch. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar ik denk dat wel het belangrijkste, dat is de belangrijkste factor om succes te behalen in de Eredivisie. Dus ik denk dat we hier wel, dit is wel een aandachtspunt en dat moeten we gewoon vasthouden. Ja, je bent zo ongeveer afgestudeerd in handhaven. Dat is natuurlijk aardig wat jaren gelukt. Alleen afgelopen jaar was je niet succesvol. Dit heb je met verschillende teams gedaan. Ook al was het natuurlijk wel steeds bij dezelfde club. Maar hoe belangrijk is het om met z'n allen bij elkaar te blijven en als team heel erg hecht te zijn? Ja, en ik denk dat de jaren dat wij misschien boven verwachting presteerden, was eigenlijk... Het is niet dat wij heel goed voetbal speelden, dat we iedereen van de mat af speelden. Wij waren fysiek als team, ik denk, ijzersterk. Voor ons was het makkelijk voor iedereen om een wedstrijd gewoon volle bak uit te spelen. En iedereen had dat voor elkaar over. Als de ene duel verloor, dan loste de andere het op. Dat was buiten het veld ook zo. Trainingen die gingen er hard aan toe. Soms over de schreef. Ik weet niet hoe je het zegt, maar soms iets te hard. Maar uiteindelijk, omdat het gevoel, iedereen had zoveel voor elkaar over, accepteerde je gewoon alles. Ook als iemand een verkeerde bal speelde of iemand zat minder in de wedstrijd, dan zorgde de rest ervoor dat diegene weer boven kwam drijven. En ik denk dat dat voor ons de reden was dat wij voor de buitenwereld
ja, misschien wel net boven ons kunnen uitkwamen. Volgens mij 11e dat seizoen. Maar ik denk dat was eigenlijk heel simpel. We waren fysiek ijzersterk en als groep hadden we alles voor elkaar over. En dat zorgde ervoor dat wij vrij makkelijk in de Eredivisie bleven. En herken je diezelfde voorwaarden in het Sparta van dit seizoen? Ja, ik denk dat hetzelfde terugkomt. Trainingen die zijn hard, zijn fel, duren lang. Dus dat, dat komt eigenlijk wel overeen met wat er toen was. En vooral het groepsgevoel. Iedereen gaat goed met elkaar om. En ja, tuurlijk, de trainingen gaan hard aan toe. En ja, jongens die niet spelen, die hebben het wat lastiger. En, ik denk dat tot nu toe echt iedereen volle bak gaat op de training. En dat houdt elkaar heel scherp. Ja, en dan helpt het voor het groepsgevoel natuurlijk alleen maar dat je nu al op 4 punten staat na die 2 duels. Ja, nee, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. En dat is ook wat ik al zei. Kijk, als je deze 2 wedstrijden had verloren, dan stond je al gelijk onderaan. En dan, ja, achter de feiten aan lopen is misschien net iets te vroeg om te zeggen. Maar ik denk dat het wel heel lekker is dat al het harde werken wat je door de week doet en in de voorbereiding hebt gedaan, dat je beloont jezelf hiermee. En dit moet je wel volhouden. Dat volhouden zou morgenavond moeten gebeuren in Den Haag. Wat verwacht je van die wedstrijd? Dat is toch vaak een lastige. Ja, nee, ik denk dat iedereen die naar Den Haag gaat geen makkelijk middag of avond heeft. De ploeg gaat er altijd volle bak voor en het is altijd lastig daar. Dus je moet mee met het niveau of mee met de agressiviteit van Den Haag. En dan moet je proberen voetballend de bovenliggende partij te zijn. Maar je moet in ieder geval 100% gaan, anders ga je daar ten onder. Ja, en je had het erover dat het allemaal anders was geweest als je nu op 0 punten stond. En ADO had natuurlijk een heel moeilijk programma en staat hier nog op die 0. Dus die zullen morgen gebrand zijn om dan wel een resultaat te halen in eigen huis. Ja, maar hun hebben natuurlijk ook, ik weet niet of je het revanche gevoelens mag noemen, maar hun willen natuurlijk ook laten zien aan het publiek in Den Haag dat ze gewoon klaar zijn om dit seizoen volle bak te gaan. Dus ja, ik denk dat het zal gaan stormen in het begin. En, je moet er goed doorheen komen en zoals ik al zei, gewoon volle bak meegaan met hun. Dat doen ze altijd en overal. Dus als je dat doet, dan maak je ook gewoon kans om daar resultaten aan. Merk je veel van het vertrouwen dat je hebt overgehouden en dat je ploeg heeft overgehouden aan die eerste 2 wedstrijden? Het is moeilijk te zeggen, want eigenlijk blijven we... je blijft elke dag hetzelfde doen en er is eigenlijk niet... Ja, niemand die doet iets anders eigenlijk. Trainers niet, spelers niet. Dus ja, je merkt wel dat de sfeer goed is. Dat is ook logisch. Maar ik denk op het veld, niemand doet een stapje minder. En dat is wel positief. Dus, maar is dat ook niet een teken van vertrouwen? Want als je in paniek bent, dan ga je vaak wel iets anders doen. Ja, misschien dat je dan te veel jezelf wil laten zien. Dat is ook waar. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat als het goed gaat en je zit er lekker in, Dat je dan niet geen rare dingen gaat doen. Dus je moet gewoon hetzelfde blijven doen als dat je hiervoor hebt gedaan. En voor zover ik dat zie, dan gebeurt dat wel.